my god, nee, deze missie mag niet gebloot worden hierdoor. Oh my god. Rob, helemaal niks, vriend. Het gaat hier om fucking veel geld. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. Killa J. En vandaag zijn we terug op GTA Online. En zoals je achter mij kunt zien, de mooie Maze Bank. Hij is een beetje ver weg als je zo kijkt, maar hij staat echt achter me. We gaan naar de Maze Bank, want daar zit natuurlijk mijn bedrijf. En we gaan vandaag weer een keertje verder met het inrichten van het bedrijf. Want ja, dat is eigenlijk wel nodig. We moeten meer pakketjes hebben, we moeten meer shit hebben. En de chat gaat los met, ze hebben volgens mij ruzie met elkaar. Maar in ieder geval, dat is de bedoeling dat wij nog wat pakketjes gaan verzamelen. Zo, even een mooie zoom in op de Maze Bank. There we go. En laten we richting de Maze Bank gaan, want ons bedrijf staat al een tijdje stil. Ik heb er al een tijdje niks mee gedaan. Ik ben veel meer bezig geweest met ja, die online modded server en zo. En het doen van livestreams eigenlijk. Dat is de laatste tijd wel een beetje waar ik me mee bezig hou. Het is natuurlijk nog vakantie en jullie zijn allemaal vrij. En ja, jullie doen niet naar school. En dan vind ik het wel leuker om met jullie makkelijker te kunnen interacten natuurlijk via zo'n livestream. En niet alleen dat, je kunt... What the fuck, de hele lobby gaat in één keer leeg. Ik hoop dat ik nog een pakketje kan verzamelen. Maar in ieder geval, het is in ieder geval veel makkelijker om het via een livestream te doen dan via video's. Want ja, jullie reageren wel. Ik lees ook alle reacties zoveel mogelijk. Maar als ik alle reacties moet gaan beantwoorden, dan ben ik echt bezig met een fucking, ja, dagtaak bijna. Als het niet langer is. Waar is mijn mooie auto? Mijn nieuwe auto. Waar is mijn nieuwe auto, verdorie? Ik had hier nog een andere auto staan. Oh my god. Dan moet ik eerst weer de fucking insurance bellen. Morse Mutual Insurance. Where the fuck is my car? Morse Mutual Insurance. How can we help you? Daar zijn ze. I think we can do that. Dankjewel. Oké. Okay. Here we go. Hier is mijn mooie auto. Hij was vorige keer opgeblazen volgens mij in de livestream. Maar we hebben onze mooie auto en we kunnen dus richting... Jawel, richting het mooie bedrijfje gaan. Want daar moeten we natuurlijk heen. En volgens mij zit er echt niemand meer in deze lobby. Oh, oké. Niet iedereen is geliefd dus. Dat was waarschijnlijk een illusie. Ik zag wel heel veel mensen in één keer lief. Misschien was het een groep vrienden die samen speelden of zo. Laat ik eerst even een waypointje zetten op ons mooie bedrijf. Ik moet daarheen. Ik moet naar mijn bedrijf. Yes. Oké, daar gaan we dus heen. En we gaan vandaag weer heel veel pakketjes verzamelen. Dat is in ieder geval de bedoeling. En misschien ook nog wel een sale doen. Dat is misschien ook wel leuk om te doen. Dat we ook nog even wat gaan verkopen. Binnenkort komen er weer veel video's aan met Stefan. Als het goed is. Althans, dat hebben we besproken. Ik hoop dat ze er ook aankomen binnenkort. En natuurlijk ook weer video's met Roy. Want die heb ik ook al een hele tijd niet gesproken. Nadat hij op vakantie is geweest. Ja, hebben we elkaar gewoon bijna niet meer gesproken. Dus daar komen waarschijnlijk ook weer veel video's mee. En ja. Nou moeten we eerst eens bij ons bedrijf komen. Want... Oh, no. Oh my god. Mijn auto is alweer beschadigd. Lekker bezig, Joey. Oké, maar dan moeten we dus eerst even bij het bedrijf komen om een pakketje aan te vragen. Want dat is natuurlijk wat we moeten doen. We moeten eerst wat pakketjes aanvragen, zodat we ze kunnen ophalen. En daarna natuurlijk naar onze mooie hangar of loods kunnen brengen. En daarvoor moeten we hier naar binnen. Dus laten we naar binnen gaan. Ons mooie bedrijf. Yeah. Pam, 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 pam. De Maze Bank is van Joey. Yeah. Oké, maar vast hebben heel veel van jullie ook deze mooie locatie. In ieder geval, we zijn binnen. En, hello. Yes. Was je niet aan het werk? Hè? Huh? Was je weer eens niet aan het werk? Oké, goed zo. Oké. Ja, bye. Oké, laten wij eens even gaan kijken of we nog genoeg money in de kluis hebben liggen. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Al onze monies. Dus even koekeloeren hoor. Hoeveel monies hebben wij nog in de kluis? Ja, daar liggen nog behoorlijk wat stacks. Dus dat is verder geen probleem. Het ligt nog mooi gestackt. Dus even kijken hoor. Even snel 1000 eruit pakken. There we go. Dan kan de kluis weer dicht. De kluis kan weer dicht hoor. Ja, oké. Close your safe. Oké, we hebben even 1000 euro meegepakt, weet je. Want we moeten natuurlijk een pakketje bestellen. Ik hoop dat we genoeg hebben gepakt. Ik weet niet hoe duur de pakketjes zijn vandaag. Ik heb niet de koers in de gaten gehouden. Dus laten we eens gaan kijken of we een pakketje kunnen gaan kopen. Oké, waarom doe ik de hele tijd van de domme muziek? Dat is helemaal niet nodig. Oké, even inloggen. There we go. Firecrackerje. Password. Log in. Warehouse map. There we go. Oké, hier is één pakketje.
2000. Nou ja, dan moet ik maar even 1000 lenen. There we go. Bye. Confirm. There we go. Collect the electronic goods. Oké, dat gaan wij doen. Dat gaan wij doen. Laten we snel die kant op gaan. Hier naartoe. Ja. Oké. Onze auto's staan nog buiten als het goed is. Dus, oh, fuck. Waarom ga ik naar de roof? Waarom, Joey? Ik moest naar beneden. Oké, gelukkig is hier een parachute. Dan kunnen wij in ieder geval nog snel beneden komen. I've sent the collection point to your GPS. Okay. Make the pickup and bring the goods to the warehouse. Should be straightforward. Dankjewel. Ik moet nu eerst even van het gebouw springen. Okay, here we go. Let's jump down. Dan moeten we ook nog bij de auto zien te landen. En die auto staat daar mooi geparkeerd. Dus even kijken of we hem goed kunnen landen. We zijn natuurlijk de CEO of Killer Jane Co. Dus dat moet gewoon kunnen. En dan even draaien. There we go. Draai. Oh, niet in de boom. Oh my god. Nee, dit gaat helemaal fout. We moeten echt om de Maze Bank heen nu. Auw. Niet doodgaan. Dankjewel. Dat je niet dood bent gegaan. Oké, rennen kut. Je bent helemaal verkeerd geland. Kom op. Terug naar je auto. Want we moeten een pakketje verzamelen. En daarna moeten we pakketjes verkopen. That's how it works. Oké. Collect the electronic goods. Oké, waar kan ik die halen? Even kijken hoor. Oké. Dus ik krijg direct een mooie kaart van mijn secretaresse naar de goods toe. Maar er zal altijd wel weer wat fout gaan. Want dat is volgens mij altijd wat er in de Rockstar wereld gebeurt. Alles gaat altijd fout. Dus ik hoop dat ik genoeg wapens heb om het af te kunnen vechten. Oh my god. Gevaarlijke bedrijf hebben wij. Ik dacht gewoon, ja, bedrijf, weet je, corporation. En nou moet ik allemaal shit zelf doen. Ik heb geen eens werknemers. Dus als jullie een keertje voor mij willen werken en je speelt op de PC, laat het weten. Get moving. Someone got the shipment and they're airborne. Drop their heli down. Fuck. Are you fucking serious? Are you fucking kidding me? Oh my god. Ik had dus wel in een bus moeten gaan. Holy shit. Oké, eens even kijken hoor. Ik moet die heli droppen. De heli vliegt hier ergens. Oh my god, ik kom gewoon weer. Bijna. Langs de spark. Waar moet ik heen? Ik moet die kant op. Nee, ik moet gewoon rechtdoor. Joey, je moet gewoon rechtdoor. Oké. Ik ga hier de snelweg op. Hier kan je ergens de snelweg op, toch? Waar vliegt dat kut ding? Oh, tuurlijk. Ik kan niet over zo'n klein muurtje heen. Ik wou net zeggen. Oké, even kijken hoor. We moeten deze kant op. Dat was de makkelijkste manier om er vanaf te komen, volgens mij. En dan moeten we een heli opsporen in de duistere nacht. Die waarschijnlijk zijn licht uit heeft staan. Oh my god. Nee. We moeten achter die heli aan. Jongens, we moeten die heli destroyen. Oké, die heli, daar mag niks van overblijven. Het enige wat ik over wil hebben van die heli is mijn pakketje. Oké, waar vliegt dat kutting? We moeten hier toch ergens vliegen? Weg. Waar de fuck vliegt die heli, jongens? Zien jullie hem? Ik zie hem niet, hoor. Waarom is het nacht? Kon het niet gewoon dag zijn? Kon het niet gewoon makkelijker gemaakt worden door het dag te maken? In Los Santos. Oh my god. Ik ga echt offroad banden op deze auto zetten, man. Veel betere grip op de weg met offroad banden. Banden. Oh my god. You're stealing from me, bitch. Oké, als het goed is, moeten we hem nou zien. Ik hoor hem wel. Oh, daar is die. Shit. Ja? Mug, weg. Kom op, Rocket. There we go. Collect the electronic goods. Oké, heli is down. Nou, onze goods nog even collecten. Ah, nee. Waarom?
Nee, niet eruit. Niet eruit stappen. Oh my god, wat doe je? Dan moet ik ook nog fucking lopen. Are you fucking serious? Global signal gaat ook nog zo af. Oh my god. Dit kan niet slechter beginnen, onze dag. Onze dag kan serieus niet slechter beginnen. Oké, snel naar de weg. Kijken of we een autootje kunnen fixen. Oké, we nemen het maar voor, oké? Uitstappen, vriend. Uitstappen, dankjewel. Ik heb je auto nodig. Oké, dit is van, in het belang van heel de United States of Los Santos, oké? We need your car. We need it right now. Oh my god, waarom ligt hier Martin Matrazzo's huis? Oh, fuck. Oh shit. There we go. Oké. Sorry, bro. Sorry. Oké, ik ben al weg. Ik ben al weg, oké? Ik heb niks met Martin Madrazo te maken vandaag. Ik kom hier gewoon om een pakketje op te halen. En die terug te brengen naar de locatie waar ik hem heen moet brengen, oké? Dus laten we daar nu snel heen gaan. En hopelijk gebeurt er onderweg niks met ons. We zijn aangekomen bij het warenhuis. Oh my god, ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat we dit hebben kunnen deliveren, oké? We hebben het gedeliverd. En nu komt het gevaarlijkste gedeelte, oké? We hebben een pakketje verzameld. We hebben hier al een aantal pakketjes staan. En we gaan nu even op de laptop kijken hoeveel we ervoor kunnen vangen. Oké, wat is de sell price? Wat is de sell price vandaag? Sell for 36.000. 3 crates. Zullen we dat doen? We doen het. Confirm. Bam. Oké, we gaan 36.000 euro proberen te verdienen, jongens. Wat moeten we doen? Oké, go to LSIA, enter the plane. Oké. The sale's on, but it's kind of complicated. You'll be dropping the goods at a few points around the city. Collect the cargo at LSIA and make this thing happen. We gaan ons best doen en hopelijk worden we niet uit de lucht geschoten door die Hydra. Holy shit. Oké, opfokken Hydra. Ik heb hier geen tijd voor. Oh my god. Yes, yes. Thank you for blowing up in my face. Thank you for blowing up. Oké, okay? Bedankt. Holy shit, ik kon jou echt nu even niet erbij gebruiken. Oh my god, ik moet straks ook nog vliegen, weet je. Dan komt die gast achter me aan met zijn fucking Hydra. Nou, wat moet ik dan? Oh my fucking god. Oké, we moeten 3 pakketjes deliveren. Dan kunnen we 33.000 fucking dollar verdienen. Oké, dat is veel geld in GTA Online. Dat is veel geld. Nou ja, eigenlijk niet, want alles kost boven de 2 miljoen. Maar nog steeds, oké? Okay? Ik heb misschien 5.000, 6.000 geïnvesteerd nu in crates. En, nee, meer. Ik heb meer geïnvesteerd in crates. Ik denk dat ik nu ongeveer 10k heb geïnvesteerd. Dus dan krijgen we 3 keer zoveel terug als we geïnvesteerd hebben. Nou, dat is een goede deal, vind ik. Oké? En ik wil toch van die pakketjes af, want straks wordt mijn warenhuis beroofd of zo. En dan ben ik alles kwijt. En daar heb ik natuurlijk geen zin in. Dus laten we gewoon proberen heel huids aan te komen bij LSIA, Los Santos International Airport. En laten we gaan kijken of we al deze pakketjes goed en snel kunnen verkopen. Oké, dames en heren, we zijn aangekomen bij LSIA, Los Santos International Airport. En als het goed is, staat het vliegtuig al klaar op de runway. En het is echt een fucking kut vliegtuigje. Oké, het is een fucking kut vliegtuigje, maar we gaan ons best doen. We moeten 3 crates deliveren, oké? We hebben buyers en alles. We moeten waarschijnlijk over een kutterrein vliegen. En dan moeten we allerlei shit droppen. En ja, als we het niet goed doen, of er komen mensen achter ons aan, dan zijn we echt fucked up. Oké, de missile lock-on jammer is available if you have a passenger. Your passenger can use temporarily to prevent homing missile lock-on. Oké, ik ben fucked up. Oké, ik moet het in mijn eentje doen. En ik kan de fucking homing lock niet gebruiken, want ik heb niemand die naast me kan zitten. Warning, the tracker has pinged on the signal map wide. Your special cargo shipment is now visible to all players. I'm fucked. Ik ben zo fucked, want ik moet deliveren terwijl iedereen in de map mij wil killen. Oh my god. Ik ben bang. Oké, press dinges to... Oké.
Understood. Oh, please! Let me make this, okay? Please don't let us blow up. Ik wil niet dood. Ik wil niet dat mijn poppetje doodgaat en dat ik al het geld verlies, oké? Want hier zit 33.000 euro in deze plane. En die wil ik, die ben ik van plan om te gaan innen. Oké? Ik ben van plan om die monies te gaan innen. En niet om die monies weg te geven aan mensen die het graag willen hebben. Oké? Mensen willen mij ook opblazen en zo waarschijnlijk. Dus ik vlieg gewoon lekker hoog. Heb ik ook een bombcam? Nee, ik heb geen bombcam, helaas. Misschien straks wel als je boven de target vliegt dat je B kunt drukken. Maar voor nu nog geen bombcam, helaas. Oké, ik zie al daar een beetje rood. Dus daar zou ik wel een pakketje moeten droppen. Ik zie nog geen jets. Ik kan ook niet schieten uit dit ding. Oh my god. Ik ben bang. Dat er straks straaljagers achter me aankomen of zo. Oké, ik moet gewoon op de map kijken. 3, 2, 1... Oh, wauw. Heb ik niet gedropt? Oké, dan gaan we nog een keertje overvliegen. Niet in de mountain crashen, Joey. Ik dacht echt dat ik drukte, maar blijkbaar niet. There we go. Deliveries made. One. Toch? Please zeg maar dat het gewoon gedeliverd is. Yep, oké, het is gedeliverd. Lijkt door naar de volgende plek. Oh, please don't make me die. Please don't make me die. Please, Lord. I just wanna deliver this shit and don't fly over the fucking... Oh my god. Don't fly over there. Dat wordt sowieso onze dood. Want daar word je uit de lucht geschoten. Als je daar overheen vliegt. Dat is namelijk de jail. En dat is een no-fly zone. Net zoals de fucking military base. Oké. En dan nog eentje deliveren. En dat is hier zo. 3, 2, 1. Bombs away! Bam! Oké, dat ging beter dan verwacht. Vorige keer dat ik dit deed, werd ik fucking uit de lucht geschoten. Oh yeah! We got some new monies. Money to blow. Money to blow. Oké, ik denk dat het nog belangrijk is dat we nu nog even wat pakketjes gaan halen. Dus laten we snel terugvliegen naar Los Santos International. Dames en heren, weet je, ik zat net te denken, hè? Ik zei net wel van let's fly to Los Santos International. Maar is het niet gewoon een stuk makkelijker om gewoon boven de Maze Bank te landen? Aangezien we daar toch moeten zijn, omdat ons bedrijf daar zit. En we willen een pakketje halen. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon landen proberen op de International Maze Bank. Maze Bank International. Here we come. Oké, here we come. Oké, dit wordt al gevaarlijk, want ik weet niet hoeveel ik nog kan klimmen. Oh fuck. Oh fuck. There we go. Niet eraf! Nee, Joey. Oké. Het was de bedoeling dat ik gewoon in de Maze Bank landde. Oké. Dat lukte. Oké, we waren erop geland. Alleen toen besloot mijn poppetje om fucking van de Maze Bank af te springen. Dat is niet zo verstandig. Laten we snel naar binnen gaan en laten we gaan kijken of we nog... Of we nog een leuke opdracht kunnen uitvoeren. Oké, dames en heren, we zijn eindelijk aangekomen in ons kantoor. Ons mooie kantoortje. En hier ligt ook nog wat geld op tafel. Waarom ligt die geld? Ik heb toch een kluis? Waarom leggen mensen dit op tafel? Dit kan echt niet hoor. Al die geldbiljetten op tafel terwijl ik gewoon een fucking kluis heb. Nou ja, laten we eerst eens even kijken of we nog... Want we hebben net natuurlijk geld verdiend. Dus we kunnen weer een beetje gaan investeren in het bedrijf. Waar deze episode natuurlijk om draait, is investeren in ons bedrijf. Dus laten we gaan inloggen. Thank you. Is er nog een opdrachtje voor ons? Please tell me there's an... Yes, daar is nog een opdrachtje voor ons. Create art and antiques. 2 crates, 3 crates. Oké, laten we gewoon gaan voor 1 crate, want dan zijn we uiteindelijk goedkoper uit. Toch? Dus laten we dat gewoon doen. Confirm. Dankjewel. Dankjewel. Oké, there we go. We hebben het geconfirmed. Collect the art and antiques. Oké. We moeten natuurlijk wel naar buiten gaan in een mooie auto. Dus laten we ook gelijk dat even fixen.
Thanks, thanks. Ze zegt dat ik er goed uitzie. What can I do for you? Personal vehicle. Ik wil graag in mijn T20. They're bringing your personal vehicle around right now. Toppie, toppie. Hij staat voor. Ik kan gelijk naar buiten. Gelijk in mijn eigen personal T20. Want ja, we moeten natuurlijk nog wat art stelen. En ja, laten we dat ook gewoon gelijk gaan doen. Dus waar staat mijn T20? Ik wil mijn T20 nu. Nu wil ik mijn T20. Okay. We're being extorted, boss. The seller won't give us the location until we deal with a problem of his. Fuck. A human-shaped problem. I'll give you the target's location. When he's gone, we'll get the details for the pickup. Okay, dus we moeten eerst even iemand uitschakelen. Geen probleem, laten we dat gewoon even gaan doen. Ik ben niet vies van iemand uitschakelen als het om heel veel money draait. Dus we doen het gewoon. Hè? We hebben één job en dat is ons bedrijf levendig houden. En als hij eindelijk die locatie heeft gegeven en hij is daar zelf aanwezig, dan krijgt hij ook nog een kogeltje van ons. Want ik laat me natuurlijk niet uitbuiten. Oh, kijk uit. Oh, dit is toch echt wel de beste auto van het spel, hoor. De T20. Holy shit, wat rijdt dit in. Okay. There we go. Oh, fuck, fuck, fuck. Go to the vantage point. I'm on my way to the vantage point to kill someone. Yeah, yeah, yeah. Okay, dames en heren, we zijn aangekomen bij het vantage point. Once you're in position, the seller will be in touch and let you know how to ID. Okay. Oh, wauw. Ik moet gewoon nog verder naar boven. Oké. Okay. Ah, oké. Ja, ik snap het, oké. Okay? Ik snap het. Sniper rifle ligt hier heel toevallig nog. Dankjewel. Oké. Okay. Target details, Epsilon blue shirts. Dat is niet blauw. Dat is blauw. Dat is de verkeerde blauwe. Oh my god. Take out the target. Hij rent over de graveyard. Oh, daar zo. Nope, dat is hem ook niet. Oh my god, waar rent die motherfucker? Oh my god, nee. Deze missie mag niet gebloot worden hierdoor. Oh my fucking god. Ik drop helemaal niks, vriend. Het gaat hier om fucking veel geld. Daar ergens op die mountain. Weet je wat? We gaan er wel met de auto achteraan. Fuck! Oké, dit had zo smooth kunnen gaan. En ik weet het weer te fucking verknallen. Ook nog fucking politie achter me aan natuurlijk. Oh my god. Shit. Shit, 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 shit. Natuurlijk is er geen snellere weg naar beneden. Oh, damn. Damn, son. Hij zit in een auto. En we hebben nog een Uzi. Dan moeten we het maar op de vieze manier doen. Ik dacht helemaal niet door dat daar een fucking begrafenis aan de gang was. Sorry, vriend. Maar, ja. Dit moest nou helemaal. Aan de kant. Ik moet nog wat shit ophalen. Namelijk mijn kunst. Oké, okay, mijn art. Dat moet ik nog ophalen. Ja, ze kunnen schieten wat ze willen. Ze gaan me toch niet te pakken krijgen in deze high-speed vehicle. Tenzij ik het zelf verneuk. Dat nog een best grote kans is. Oh, fuck. Kijk maar. Holy shit. Oké, okay, mijn art rijdt hier ergens als het goed is. Ah, hij is al te ver weg. Jammer, anders kreeg ik daar XP voor. Want hij is dus ook shit aan het deliveren nu. Dat was wel grappig geweest als we hem dan uit hadden geschakeld. Terwijl we zelf echt net hoopten dat dat niet ging gebeuren. Misschien is dat ook wel een keertje leuk. Om dan op mensen te hunten die bezig zijn met het bedrijf shit. Dat is wel, denk ik, lastig. Omdat, ja, niet heel veel mensen doen het volgens mij. Tenzij je in een hele grote lobby zit. Maar ja, op die mensen hunten, weet je wel. Die nu hun shit dan aan het verkopen zijn. En dan gewoon hun geld afpakken. Dat is wel echt heel ziek. Maar ja, oh, sorry. Niet zo over straat rennen, hè. Er kan een auto door de lucht heen vliegen.
Oké, wij zenden nu zelf ook een global signal uit. Dus mensen zitten waarschijnlijk nu ook achter ons aan, terwijl wij Art in onze backtruck hebben. En we hopen natuurlijk dat dat niet afgepakt wordt van ons. Want we hebben hier 2000 euro voor betaald. We willen het ook graag door kunnen verkopen aan mensen die het echt willen hebben. Oké, ik hoef het niet per se te hebben, maar ik wil ook niet dat het afgepakt wordt van mij. Dus laten we zo snel mogelijk richting ons ware huis gaan. Oké, dames en heren, er kan nu niet heel veel meer fout gaan als het goed is, oké? We zijn bijna bij het ware huis aangekomen. Sorry mevrouw, u liep op het verkeerde plekje op het verkeerde momentje. Oké, there we go. En de cargo is gedeliverd. There we go. Oké, we hebben wat cargo in ons warehuis staan nu. Wat natuurlijk super nice is. Bam. Special cargo value 10.000 euro. Dus we hebben 2.000 euro betaald. We krijgen er 10.000 euro voor terug. Wat natuurlijk super nice is. En ja, bij deze wil ik natuurlijk ook deze episode gaan beëindigen. Ja. Ik wil jullie allemaal natuurlijk bedanken voor het kijken. Oh my god, het zijn wel hele mooie schilderijen trouwens. Die zou ik ook wel in het echt willen. Maar in ieder geval, ik wil iedereen natuurlijk weer bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Vergeet hem dan niet te belonen met een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk ook niet even te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Super bedankt voor de 60.000 abonnees die hebben we gisteren behaald. Dat was ook super awesome. En ik check jullie allemaal weer bij een volgende video. Iedereen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.